De Verenigde Naties hebben 12 juni uitgeroepen tot de Werelddag tegen kinderarbeid. Dat betekent dat wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor werkende kinderen. Ook in Suriname is er continu aandacht voor dit vraagstuk vanuit het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Volgens minister Stephen McAndrew treedt het ministerie gelijk op als er een case van kinderarbeid wordt opgemerkt. Maar het beleid van arbeid is nu toch wel van, als we zien dat er kinderen op straat knippers voorkomen, dan gaat de arbeidsinspectie optreden in samenwerking met sociale zaken en onderwijs om ervoor te zorgen dat de kinderen toch wel die begeleiding krijgen die ze nodig hebben, zodat ze kunnen gaan naar de school en toch wel de nodige opleiding, onderwijs kunnen genieten. Dat is belangrijk. Suriname heeft zich gecommitteerd aan de Convention on the Rights of Children, het kinderrechtenverdrag. Dus we moeten alles in het werk stellen om te voorkomen dat ze gedrag vertonen of zaken doen die niet bevorderlijk zijn voor hun groei. Het zij mentale groei, het zij fysieke groei, noem maar op. De bewindsman denkt dat Suriname wel in staat moet zijn om kinderarbeid uit te bannen. Uiteraard weet het ministerie dat mensen die in armoede leven moeten worden geholpen. Maar feit is ook dat kinderen naar school moeten om zich verder te ontplooien, zegt McAndrew. Maar we kunnen het wel verbannen. We moeten eenduidig optreden. We moeten geïntegreerd nationaal beleid hebben op dit stuk. Het ministerie van Arbeid heeft een commissie, uitbanning kinderarbeid. En we moeten dan kijken met wat voor beleidsvraagstukken, beleidsoplossingen deze commissie komt. En dan moeten we het dan ook daadwerkelijk uitvoeren, zodat dit vraagstuk, deze problematiek, tot het verleden gaat behoren. 12 juni, dag tegen kinderarbeid, is in tegenstelling tot 5 december niet een dag waar je moet juichen, blij moet zijn. Klopt. Integendeel, het is een dag waar we allemaal onze hoofden moeten buigen van schaamte. Omdat kinderen die naar school moeten gaan, toch arbeid moeten verrichten, om wat voor reden dan ook. En dat moeten we gezamenlijk, als maatschappij, als alle politieke partijen samen, als Surinamers op de eerste plaats, moeten we dat toch wel proberen uit te bannen. Op dit moment werken er wereldwijd nog steeds ongeveer 215 miljoen kinderen. 69 miljoen daarvan gaan helemaal niet naar school. Anderen combineren werk met onderwijs.